roze decoratieve afwerking. Zeg maar, de indouwen. Wauw, dit is vet. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van de Startende Stucador. Mijn naam is Bas Jansen en ik ben dan ook de Startende Stucador. We zijn weer lekker in mijn hockey en ik ga vandaag weer een beetje Venetiaans pleisteren of decoratief pleisteren. Het is maar net hoe je het wil noemen. En dat is voor een aankomend project wat ik ga doen. Een mooie lange wand. En wat de klant wil is graag een roze decoratieve afwerking. Dus ik heb een beetje de vrije hand in wat we gaan doen. Ik heb voor een eerste test met deze kleuren en ook met de type afwerking heb ik gekozen voor een Marmarino afwerking en een Celestia afwerking. Beide producten zijn van Novacolor. Dus ja, we gaan er gewoon een beetje mee spelen vandaag. En dan zien we wel hoe het eindresultaat is. En dan kan ik dat weer voorleggen bij de klant of dit is wat ze willen. Of dat er een bepaalde andere type afwerking is wat ze mooi vinden. Dus ja, laten we gewoon beginnen. Leuk, een beetje hobbyen. Hoe het eruit komt, komt het eruit. Het kan niet fout gaan, zeg maar. Want ja, dit is toch gewoon een beetje testen en een beetje oefenen. Ik zal even de producten laten zien. Nou, hier heb ik dus een op kleur gemengde Marmarino. Een 1 kilootje. En waarom een 1 kilo? Kleiner als dit kan je het niet inkopen, helaas. Dus we hebben vandaag dus een kilootje Marmarino. Daar gaan we wat van wegsmeren op twee panelen. En dan hebben we het tweede product wat we gaan gebruiken is Celestia. Dat is ook weer op kleur gemengd, op een roze kleur. En bij de Celestia komt ook nog de Novalux primer. Uiteraard moet je hem primeren voordat je hem kan verven. En ook de primer is op kleur, zodat de twee mooi in elkaar over gaan lopen. En je dus een leuk speels effect moet krijgen. Dus dat gaan we zien. Ik heb al één paneeltje met de primer klaarstaan voor de Celestia. Voor de Celestia gaan we één paneel maken en met de Marmarino gaan we twee panelen maken. Wat ik met de Marmarino wil doen is één paneel met alleen de roze kleur maken. En dan wil ik een tweede paneel maken waar ik een beetje wit doorheen meng. Zodat daar veel meer contrast komt in de kleuren. Het enige nadeel is, kwam ik net achter, ik dacht dat ik nog witte Marmarino had liggen hier zo. Maar ik heb geen witte Marmarino meer, dus dat is klote. Dus ik ga een beetje witte Florencia toevoegen aan de roze Marmarino, alsof het witte Marmarino is. En het is meer alleen om de stijl te testen dan dat het daadwerkelijk de afwerking wordt. Want Florencia is natuurlijk gewoon een heel ander product. Dus ik hoop dat het werkt. Je moet even roeien met de riemen die we hebben, om het zo maar te zeggen. Dus we gaan het gewoon proberen en dan zien we het wel. De Marmarino platen, of in ieder geval de voorgestreken Marmarino platen, die zijn klaar. Dus we gaan eerst de Marmarino doen en dan gaan we als laatste nog de Celestia doen. Dus let's go! Oké, dat waren de twee Marmarino platen. Ik heb de basislaag, dus de eerste laag, heb ik maar even versneld afgespeeld. Ja, dat is toch niet zo super interessant, neem ik aan. Als ik dadelijk de tweede laag doe, doe ik het gewoon zonder versnelling. En dan probeer ik ook nog een beetje erbij te praten om te kijken of ik het kan uitleggen wat ik aan het doen ben. Nog even, laten we die platen nog even een keertje bekijken, gewoon voor de gein. Kijk, hier zo. Dit is dus die eerste plaat. Die heb ik dus egale kleur opgezet. Ik heb hem een beetje, ik weet niet of je het, misschien als je het zo kan zien, met een beetje, misschien zo, een beetje strijklicht erbij. Nee, dat gaat niet werken. Ik heb hem niet mooi opgezet. Dus, en wat bedoel ik daarmee? Ik heb hem niet glad afgewerkt. Ik heb gewoon de slagen een beetje erin laten staan. Dus een beetje hobbel- en bobbelwerk, om het zo maar te zeggen. Wat tegen mijn principe of mijn wil als stucador ingaat. Want hoe lelijker je hem neerzet, des te mooier het eindresultaat is. Want dat is dus wat de tekening geeft. Dadelijk ga je natuurlijk die tweede laag erop zetten. Die ga je in de eerste laag drukken tijdens het burnishen. En dan komt die eerste laag komt er weer een beetje uit. Wat die tekening geeft, wat zo vet is met Marmarino. Dus ik hoop dat ik hem lelijk genoeg opgezet heb. Ik denk het wel. Dit moet even drogen. De kachel staat hier zo lekker aan, zodat ik hopelijk een beetje sneller door kan werken. En ook daadwerkelijk de tweede laag er vanavond al op kan zetten. Ja, het is op dit moment avond. Het is niet overdag. De hobbyprojectjes en dergelijke doe ik gewoon lekker in de avond. Want ja, daar heb ik
toch niks anders te doen dan tv kijken of wat dan ook. Dus dan kunnen we net zo goed nog even lekker bezig zijn, toch? Ja. Oké, dit is die tweede plaat. En zoals jullie zagen, hier heb ik een beetje wit doorheen gewerkt. En dat is wel wat je terug ziet. Kijk, je ziet hier een beetje een witte klodder. Dat is iets minder. Maar je ziet dat deze plaat dus al wat meer contrast heeft dan die eerste plaat. Omdat er wit doorheen zit. En zo te zien werkt een klein beetje Florencia door de Marmerino heen werkt wel. Het is natuurlijk niet ideaal. Maar wat ik zeg, we werken even met wat we hebben. En dit is wat we hebben. Tweede laag ga ik het ook nog een keertje doen, uiteraard. Zelfde methode. Ga ik iets meer wit toevoegen, zodat er iets meer contrast nog is. En dan gaan we zien of het er een beetje vet uitziet. Wat het gave met als je met twee kleuren werkt. Kijk, ik heb het nu een beetje alle kanten opgeslagen. Weet je, een beetje links, een beetje rechts, omhoog naar beneden. Diagonaal, maar altijd met ronde rondingen. Dus ronde bewegingen maken. Wat je ook kan doen, je kan natuurlijk ook één kant op strijken de hele tijd. En dat is dan als je dan twee lagen of twee kleuren door elkaar mengt. Dat verblendt natuurlijk in elkaar. En dan krijg je van die hele gave vegen. Dat is niet wat de klant wil in ieder geval. Dat heb ik al gevraagd. Niet die van die vegen. Ja, die vegen kan je natuurlijk ook mooi diagonaal op de muur zetten. Dan kan je vegen dikker maken, dunner maken. Dus je kan heel veel variaties kan je doen met alleen al twee kleuren marmerine of twee kleuren van een ander product. Kan je al hele vette dingen maken. Gewoon als je een beetje, als je een beetje creatief bent. Dus gewoon een beetje spelen met die producten. Dan kom je echt een heel eind. Oké, nu gaan we dus de Celestia opzetten. Ook weer hier zo hetzelfde verhaal. Ik ga hem eerst een keertje versnellen. Dan ga ik gewoon de basislaag opzetten. Basislaag met Celestia is eigenlijk hetzelfde als dat ik doe met de Marmerino. Ik doe het gewoon met mijn spaantje. Ik heb lekker mijn kleine spaantje erbij gepakt. Want het is ook een klein paneeltje. Dus dan heb ik iets meer ruimte om iets meer slagen te maken in plaats van dat ik met een hele grote spaan aan het werk ben. Vind ik persoonlijk fijn werken. Dus ik ga de eerste laag opzetten, kan dat ook even drogen. En dan gaan we even wachten totdat de marmerine opgedroogd is voor die tweede laag eroverheen te knallen. Dus daar gaan we weer. Nou, deze is dus ook wel heel erg vet. Wat vind ik dit een gaaf product, zeg hé. En je ziet ook gelijk, kijk dan. Je ziet gelijk die tekening erin. Wow, heel cool. Echt heel vet hoe die tekening hierin zit. Ik vind dit echt kicken. Nou ja, dit moet ook even drogen natuurlijk. Dus we zetten hem hier zo neer. En dan is het even wachten geblazen. Ga ik gewoon nog even lekker een beetje muziek luisteren. En ik denk dat ik heb hier nog wat platen liggen die nog onbewerkt zijn. Dus die ga ik gewoon even voorstrijken. En dan gaan we strakjes verder als het gedroogd is. Oké, het is tijd voor de tweede laag. Hij is al wat aan het drogen. Je ziet hier zo zie je al wat drogingsplekken komen. Ik denk dat precies hier zo de warme lucht op is gekomen, waardoor dat een stukje sneller gedroogd heeft dan de rest. Op zich maakt dat niks uit. We gaan gewoon nu die tweede laag erop zetten en dan gaan we hem burnishen. En dan hopelijk dat het er mooi uitziet. We gaan het zien. Dit is de één kleur plaat, dus die gaan we als eerste doen. En dan ga ik verder met de twee kleuren plaat. En dan gaan we dat ook helemaal afmaken. Nou, wat belangrijk is bij de tweede laag tegenover de eerste laag is dat je hem wat dunner opzet. En wat meer erin drukt en schraapt. Daar heb ik dus met twee handen voor nodig om die plaat vast te houden. Want anders gaat hij alle kanten op. Dat is wel jammer hier van mijn setup. Maar ja, dat maakt verder niks uit. Ik ga het nu dus opzetten. En ik ga het er dun opzetten. En echt de indruk hier. Echt zeg maar erin douwen. Maar dan moet je ook niet vergeten om ook gewoon je bewegingen te maken. Want anders krijg je hele rare tekeningen. Onnatuurlijke tekeningen om het zo maar te zeggen. En dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Want je wilt wel gewoon mooi hebben. Moet ook niet. Je moet ook niet te veel producten gebruiken of te veel van het product gebruiken, want daar schiet toch niet op. Je moet het er toch helemaal in drukken. Kijk, gewoon ronde bewegingen, rechte lijnen proberen te voorkomen.
En je ziet zo'n plaat, ja, dat gaat hartstikke snel natuurlijk. Daar ben je zo ook mee klaar. Op een muur is het even andere koek. Want ben je ook wel snel klaar, althans, snel klaar. Je snijdt snel stukken op. Alleen wat belangrijk is, is dat we dadelijk moeten we natuurlijk gaan burnishen. En als je een muur hebt die je zowel op moet zetten als moet gaan burnishen, kom je op een gegeven moment in tijdsnood. En dat is wel heel vervelend. Dan moet ik in het begin ook even aan wennen. En ik moet zeggen, daar heb ik nog steeds niet de juiste manier in gevonden. Maar dat komt wel. Dat is ook weer een stukje ervaring natuurlijk wat je om moet doen. En ook hier ben ik maar net mee bezig. Aan de onderkant is het een beetje vervelend, omdat natuurlijk, kijk, hier zit die rand, dus daardoor kan je niet lekker je spaan slaan. Maar ja, dat maakt het gewoon wat lastiger, maar niet onmogelijk. Nadat hij heel even gestaan heeft, ga ik hem burnishen. Ik ga dat gewoon lekker met mijn burnish spaan doen. Dat is deze. Deze is speciaal gemaakt om te burnishen. Dus om het glad te drukken en het weer mooi glad te maken. Dus deze gaan we zo gebruiken. Wat ik zeg, we laten hem heel even staan. Ik maak even dit spaantje schoon. En dan gaan we zo burnishen. Oké, dan gaan we beginnen. Ik begin gewoon even met weinig druk. En dan naarmate het steeds droger wordt, om het zo maar te zeggen, ga ik wat meer druk geven. Dus ik ga nu eerst gewoon even zo eroverheen. Ja, dat is wel vervelend van die platen. Dat is natuurlijk zo ongelooflijk dun. Dat druk je helemaal krom, joh. Dat schiet niet op. Ook belangrijk is om je spaan de hele tijd schoon te houden. Anders krijg je allemaal krassen in je net gestuukte muur. Dat is ook zonde. Dus deze doen we even zo. Maar ja, het is natuurlijk een heel dun hout. Dus dat drukt helemaal krom. Maar ja, aan de andere kant is, kijk, ik wil ook geen hele dure hout de hele tijd gaan gebruiken. Alleen voor dit soort platen die ik daarna toch weer weg ga gooien. Dat is ook zonde. Zonde van het geld. Dus dat doen we dan maar niet. Dus we werken maar gewoon met wat dunnere platen. En dan moeten we het maar voor lief nemen dat die ombuigt. Even kijken, ja hoor, hij is wel glad. Ik heb hier een paar, hier is helaas een beschadigingetje gemaakt, maar ja, voor het idee is het goed genoeg. Deze moet dus nu gaan drogen. Kijk, ik weet niet of je het, ik heb niet het gevoel dat jullie het zullen zien. Er zit een lichte tekening in, dus we gaan zien hoe dat opdroogt. Je weet het nooit, hè. Het kan zo anders opdrogen als dat je denkt dat het doet. Dat is ook wel weer het gave van van deze producten. Dat is dus paneel 1. Gaan we door
naar paneel 2. Hiervoor ga ik natuurlijk weer de Florentia gebruiken. Doen we een beetje marmerino op. Een beetje witte Florentia erin. En daar gaan we. En hier ook weer. Gewoon weer het erin drukken, zoals ik net ook al zei. Nu mix ik natuurlijk de marmerino een beetje met de Florentia. En ja, maar de basis is precies hetzelfde. Het is eigenlijk gewoon opzetten en dan bewegingen maken. Zo heen en weer bewegen een beetje, zodat je een beetje een tekening krijgt. Dus even kijken hoor. En dan hopen dat het mooi wordt. Oké, ik zal hem eens even laten zien. En dan kan je gelijk weer het verschil zien tussen die eerste plaat die ik daarnet liet zien en dan deze. Hier zit veel meer contrast in. In vergelijking met die eerste plaat. Ook deze laten we weer even tot rust komen. Ik wil hem niet te veel beschadigen, zoals ik net bij die eerste deed. Dus ik doe het gewoon wat rustiger. Hij is een beetje geburnt. Ik zie ook een beetje dat het hout er doorheen komt of zo. Dat wil ik natuurlijk ook niet. We laten hem lekker voor wat het is. En het geeft in ieder geval een idee voor hoe het gaat worden op het moment dat ik het op de muur zou smeren. En dat is waar het om gaat natuurlijk. Even kijken naar de Celestia. Ja, die is nog niet helemaal droog zo te zien. Maar ik begin het zelf ook wel een beetje koud te krijgen. Dus weet je wat ik doe? Ik doe gewoon die tweede laag eroverheen. Klein risicootje. Hopen dat het goed uitpakt. En zullen we zien. Ik vind wel, ik moet zeggen, als ik deze zo zie. Ik vind dit geen roze. Zie? Ik vind dit meer paars geworden. En dat is jammer. Dus de kleur is niet goed. Ik laat het in ieder geval even zien aan de klant voor de type afwerking. Want je ziet, hier heb je heel veel meer kleurverschil. Heel veel meer contrast. En dat is wel echt heel vet. Nou, dan gaan we. Celestia, tweede laag. Net zoals marmerino, het is gewoon opzetten. Het liefst is zulke klein mogelijke slaagjes maken. Wat echt wel lastiger. Ik vind dat echt wel lastiger op een plaat dan op een muur. Op een of andere manier. Ik wil ook niet te veel hetzelfde doen, te veel dezelfde bewegingen maken. Want dan krijg je weer een repetitief patroon. En dat ziet er ook niet uit. Dus je moet echt van alle kanten op gaan. Want hier is weer ook weer de regel, hoe lelijker je het opzet, des te mooier is het eindresultaat. En geen rechte lijnen. Dat is het allerbelangrijkste. Ah! Dat is kut, zeg hé. Oh. Zie je, dan zit ik te praten en te smeren tegelijkertijd. En dat gaat toch niet zo lekker bij mij. Dan zit ik weer niet te focussen. Ik voel geen bramel op mijn spaan, dus dat is goed. Het valt gelukkig wel mee allemaal. Maar je ziet, je moet gewoon je kopje erbij houden. En niet lopen kutten. Kijk dan hoe dik dat eruit ziet, zeg hé. Even mijn spaantje weer schoon. En dan gaan we eens even de plaat bekijken. En de reden waarom ik elke keer zo spastisch mijn spaan schoonmaak en al mijn andere gereedschap, wat ik als jullie natuurlijk mijn stukfilmpjes volgen, dan zie je dat ik dat helemaal niet doe. Ik ben niet zo spastisch met alles schoonmaken en het meeste wat ik gebruik om mijn gereedschap is om zo goor. Nou ja, niet echt goor, maar gebruikt. Maar hier zo werk je de hele tijd met kleur. En ik wil ervoor komen dat er kleur op mijn spaantje blijft zitten of op mijn mesje blijft zitten, mijn plamuurmesje. Want als ik dan weer een ander kleurtje ga gebruiken en er komen korreltjes van de verkeerde kleur erin,
Ja, dat is echt lelijk. En dat valt heel erg op. Dus vandaar dat ik echt alles de hele tijd helemaal schoon probeer te houden. Zodat ik dat kan voorkomen. Oké. We gaan dus even kijken. Want dit is... Wauw, dit is vet. Kijk dan. Dit is echt kicken. Je ziet echt heel veel tekening in deze plaat. Ja, ik vind dit echt een prachtproduct. Ik hou hiervan. Ik hou van hele drukke beschilderingen en... Of beschilderingen. Hele drukke patronen in het pleisterwerk vind ik heel erg vet. Dat geeft gewoon een echt gave indruk als je dat op een grote muur hebt en dan lekker veel tekening erin. Niet iedereen houdt ervan. Sommige mensen houden het van rustig en weinig tekening. Dat kan natuurlijk ook. En dat is prima te doen. Dan is dit niet het product voor jou, maar dan is meer een marmarino is een optie. Marmarino kan je ook heel druk maken. Maar je kan marmarino ook heel mooi zacht en rustig maken. Dan heb je meer invloed op wat de tekening gaat worden. Bij Celestia heb je dat iets minder. Ik ben in ieder geval tevreden. Ik heb het nu heel erg koud. Dus ik ga lekker naar huis. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk gevonden hebben, hoop ik dat je een duimpje wil geven. En uiteraard zou ik het ook heel erg waarderen als je wil abonneren op mijn kanaal. Dit was het weer voor het decoratieve voor vandaag. En ik hoop jullie weer te zien bij de volgende video. En tot dan hè. Oi, oi.